leuk om ervaring op te doen voor deze jongens. Ivanov met wit hier tegen Magiel met zwart. Klein beetje passief voor zwart, misschien. Wit heeft wel erg veel tempo's gewonnen in de opening. Zwart heeft wel mooi 16 en 15 opgelost, maar ja, wit heeft toch controle, denk ik, over het centrum hier op 28. Ik had zo'n partij tegen Zwartspan ook online in de eerste ontmoeting van Heiken tegen WSTV. Linksboven in beeld kunt u meekijken met alle spelers. Ik zie hier een Van Westerlo variant tussen Emre Hageman en Yuri Anikeev. Dat is interessant. Voor degene die net mijn vorige stream gezien hebben, die van CCR tegen Suriname, die zullen ook gezien hebben dat daar een Van Westerlo variant was. Maar ja, daar werd het volgens mij niet volgens de theorie gespeeld. Gaan we kijken hoe het in deze partij gaat. Dus vanaf het begin. Killer opening. Partij in Rotterdam, de wedstrijd van Rotterdam ging ook zo, meen ik. Maar toen werd hier 9-14 3-9 gespeeld. Dat was niet goed. Nu 40-5 lijkt me wel correct. Oh ja, deze mogelijkheid. 25-30. Moet ik even graven in mijn geheugen. Ja, volgens mij is dat sterk voor zwart. Wit kan nu bijvoorbeeld 35-30 spelen, maar dan komt 18-3, 23-8 en 14-20. Dit dreigt ook. Dus ja, volgens mij is het zo dat na 10-14 wit 44-9 moet spelen. En dan naar 14-19 gaat het verder zoals op de hoofdvariant 38-3 en de 40-5. Terwijl als zwart 9-14 speelt, dan is 40-5 wel de zet. Zo ging het net ook in CCR en Suriname. Dus ja, 40-5 lijkt me een fout. Eigenlijk. En Emre is nu ook aan het nadenken. Ja, zal het lastig gaan krijgen, denk ik. Even naar een andere partij. Ik denk dat het handig is als ik even gewoon deze link er ook bij pak. Zo. Nog, oh, dit gaat mis. Waarom gaat het mis? Probeer even wat technische problemen hier op te lossen. Excusez. Ja, deze twee streams die volgden elkaar wel heel snel op. Ik was niet goed genoeg voorbereid. Dus Emre denkt nog steeds na. En
Ja, nu doet hij het wel. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan denken. Wat jullie verwachten van deze wedstrijd. Of hoe Nederland het gaat doen tegen Oekraïne vandaag. Ik hoop op veel Nederlandse fans in de chat. En als jullie de jongens willen ondersteunen, laat het dan even weten. Ze lezen dit ook vast terug. Misschien kijken ze wel. Over naar deze partij. Emre tegen Igor Kirzner. Ook Oekraïense grootmeester. Zei ik Emre? Simon tegen Kirzner. Ja. 34-30. 12-18, ja, is niet de meest precieze zet. Dat is een beetje het punt van deze opening. Er gaat een beetje een verrassingseffect vanuit 34-30. Meestal wordt 38-3 gedaan, natuurlijk. Maar ja, 12-18 is niet de bedoeling hier, zo te zeggen. De bedoeling zal toch zijn om dit randveld te pakken en deze van deze vleugel te profiteren. Desnoods voorafgegaan door 20-5. Nu pakt wit een voordeeltje. Lost schijf 35 op. Dus nou, nu een lange opbouwfase. Maar goed. Partij is nog niet gespeeld natuurlijk. Dus 17-1. Ja, nu toch wel kijken of hij daar kan prikken. Storen. ...38... Maar 15-20. Ja, Simon is een hele creatieve speler. En zal dus ook wel creatieve opstellingen innemen. 14-19 was niet mogelijk vanwege het dammetje met 28-2. 38-2. En ja, hij maakt er toch wel wat van. Een soort omsingeling. Gaat hij niet door met 18-2. Misschien ook wat veel gevraagd van de zwarte stand. Hij doet rustiger met 17-2. Ja, weet niet helemaal of ik daarmee eens ben. Ik denk dat zwart sowieso iets minder staat. Wit heeft gewoon deze schijven 35 en 36 opgelost. En ja, 17-2 geef je eigenlijk helemaal op. Geef je elke hoop op tegenspel een beetje op. Terwijl met 18-2, ik zou nog ja, wel kunnen doen alsof je ergens mee bezig bent. 18-2 dreigt 24-9 een beetje, dus dan moet 24-9. Dan toch kijken of je ja, misschien iets actiefs kan doen. Misschien zelf 10-15, 20-5 naar voren halen. Nu is wit verlost van schijf 28. En dat maakt de stand wat flexibeler. Kan wit mooi langzaam spelen. Zoiets. Of zelfs eerst nog 47 naar 36. 32-7 is ook een slimme zet, omdat nu op 12-17 komt 27-1 en 37-2. Kier is echt een tactische speler en ja, dit is wel typisch voor hem. Zal volgens het 37-2 spelen om dat erin te houden. Dus ja, lastige stand voor zwart. Zie wat activiteit in de chat. Martijn van Gortel, sinds gisteren supporter van Matteo. Waarom pas sinds gisteren, vraag ik me af. Ik ben al jaren fan van Matteo. Als we dames kennen, wordt vier spelen van Oekraïne niet, maar Oekraïne is favoriet. Benieuwd hoe onze talenten het gaan doen, hopelijk kunnen ze verrassen. Ja, mee eens. Ik ken de bord vier spelen zelf ook niet, dus laten we hopen op winst daar. En ja, op de eerste drie borden zullen de jongens het gewoon zwaar gaan krijgen. Ja, ik denk dat er zeker wat mogelijk is in deze wedstrijd.
En ik zie nu ook wat actie op het vierde bord. Dus laten we daar ook heen gaan. Even kijken, was dat... Ja, dit scherm. Dus niet de partij van Simon, maar... De partij van Matteo. En Martijn van Gortel die refereerde aan de overwinning van Matteo gisteren op Alexander Schwartzman. In een hele, hele spannende partij met kansen absoluut voor beide uit de keller. En dat, waarin Matteo toch wel heel mooi afmaakte met een soort eindspelmotiefje. En zo te zien heeft hij hier zijn tegenstander ook weten te verrassen. Want hij staat een schijf voor, als ik goed tel. 10 tegen 9. Laten we even kijken vanaf het begin. 28, 20, 4. Dumont variant. 14, 20, 30, 15, 14, 17. 2, 18, 3. Ja, en Matteo is op de hoogte. 42, 7 is de... Hoop. Dus na 18, 3 is het aangewezen zet. Volgens de theorie, omdat na 41, 7 kan zwart 17, 1 spelen en 26 in bezit nemen. Waarna ja, waarna deze schijf op 5 niet zo'n zwakte is. De wit heeft hem dan ook op 46. Alleen wat ik me wel afvraag, volgens mij na 12-18, wat niet de voorgeschreven zet is, 4-10 wordt de, is volgens mij de zet uit de theorie, als ik me niet vergis. Na 17-1 kan ook, met na 1-6 en dan 4-10 misschien. Een keer een partij Tjizhov-Podolski, of Podolski-Tjizhov in Delfzijl. Maar na 12-18 kun je volgens mij 39-4 spelen. Wat de bomzet dan vind het is. Dus nu lijkt me 39-4 een goede zet. Speelt hij ook? Nou, mooi. 18-3 keer 3. En ja, gewoon te veel ballast hier voor zwart. Net de partij. Toen ben ik denken aan de partij van Suibekov net. Tegen Rotterdam. Tegen Suriname. Rotterdam-Suriname. Ja, nu moet zwart telkens rekening houden met 94, 49, 9. 47, 2, 2, 7. Ja, nu is zwart een beetje uitgespeeld. Heeft nog één zet, 14. Misschien is het wel de beste. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het naar 4-10 verder zou gaan. Misschien dat wit ook nog een laatste zet speelt met 49-4. En misschien ook wel 46-1, omdat zwart toch niet schijf 22 kan bedreigen. De partij gaat zwart naar 29. Dat is wel gevaarlijk, omdat wit klaar staat om aan te vallen. En... Ja, lijkt erop dat zwart nu noodgedwongen 15-20-20-4 moet doen. Omdat 9-3 gewoon dreigt. Ja. En in de partij gebeurde nu 20-4 en 37-1 terug. Klein hielslagje. Lijkt erop dat 9-14 gedwongen is daardoor. Maar dan kan ook 34-30. Misschien even het analysebord erbij pakken. En ja, zoals Jasper net al noemde, bord 4 is toch een beetje het bord waar de kansen liggen, denk ik, voor Nederland. Dus ja, en Martijn van Gortel zegt nu ook het eindspel gisteren. Ja, dat was tegen Schwartzman was fenomenaal. Floris zegt ook, Matteo is geniaal. Nou, niet te veel druk opleggen natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ja, dus even het analysebord. Als het 9-14 komt. 34-30. Ik hoop dat dit een beetje goed in de stream staat. Ja. Ja, nu heeft zwart ook wel echt problemen.
20-4 komt 22-17 en 40-4 neem ik aan. Maar slaat wel veel met wit 5. Zwart loopt even door. Twee schijven meer van wit. Wel een mooie schijf op 46 voor vangstellingen en zo, maar even de vraag of wit meteen iets kan doen. Ah, dit is misschien een. Ja, nou, ik dacht, dit is mooi. Moet zwart sluiten en dan geef ik hem terug. Maar dan kan 21-7. Dan heeft zwart ook een dam. En dan gaat dan een tweede halen. Dus ja. Maar ik denk zelfs in deze variant, als zwart hierheen slaat, kan wit al deze afvangen. En dan schrijf meer in het eindspel. En als zwart hierheen slaat, kan ook 43-9 met ook een schijf meer voor wit. Dus hoe dan ook, erg goed voor wit. 9-14, 34-30. Alternatief is 20-5, maar dan heeft wit ook al deze combinatie. Lijkt me. 2 geven, 3 geven. 4 slaan. 1 schijf meer. En hoe zwart ook slaat, wit kan altijd terugslaan met een schijf meer. Dus nou ja, het leek al een forcing eigenlijk. Of ik mis iets. Dan, je kan ook anders combineren. Het slaat waarschijnlijk op. Hierop. Ja, dat kan ook inderdaad. Simpel. Kop Filip. Ja, ik heb zoveel dat ik wil zeggen dat ik daardoor iets te snel ga. En ja, slaat 4. Schrijf meer. Dank voor de opmerking. Dus ja, wit wint een schijf. Nu gelijk, maar wit pikt deze op. En ik weet niet of dit de partijstand is, maar dat gaan we even zien. Ziet er goed uit voor Nederland. Inmiddels 3-3-3-1. Nog steeds 9 tegen 9. Zwart heeft wel wat compensatie, omdat deze schijven buitenspel staan op 36, 41, 46 en 45. Maar goed, een schijf is een schijf. Hè? En die zwart op 15 is ook niet echt mooi. Even kijken naar de andere partijen. Dus ja, wel een beetje zoals voorspeld. Ook zie dat Kiers nou een doorgebroken schijf heeft. Daar moeten we even naar kijken. Ja, dus Nederland heeft 4 rondes gespeeld, 3 keer gewonnen en 1 keer verloren van Rusland, die ook al een erg sterk team hebben met Zizhov, Shuibakov, Ketmanski in de geleden. Ook WK-ganger Germogenov. Dus ja, daarvan verliezen is natuurlijk is geen schande. En het is nu één grote poolfase voor de landen. Dus ik meen, nou ja, dikke 20 teams van de hele, over de hele wereld. Van Mongolië tot Suriname tot Frans-Guinea. En de eerste 2 uit de poolfase gaan door naar de kwartfinales. En dan nummers 3 tot en met 14 gaan door naar de achtste finales. En ik denk dat Nederland zich in ieder geval wel bij die eerste 14 plaatst. Dus dan, dan kunnen ze nog mooi even wat extra wedstrijden spelen. En het zou natuurlijk leuk zijn als ze gewoon zo ver mogelijk in het toernooi komen. Ik weet het al wel gezien. Heeft
moment waar we er net uit gingen. Dat was hier, meen ik, naar 32,7. En nu nog steeds 12,17 verhinderd vanwege de 3-om-3. Nog steeds. Zal ook zo blijven. 50-4, ja. Ik zie nu dat in de partij het zo is gegaan. 20-5 en 24-9. Ik weet niet of er een betere oplossing was voor zwart. 19-3 is al niet meer mogelijk. Kan hier nog wel, lijkt het. Maar het lijkt al heel gevaarlijk, omdat hier gewoon te weinig schijven staan. Misschien toch 24-9, alles naar het centrum spelen. 24-9 dubbel ruilen, dan 19-3. En dan hopen dat je daarna 12-17, 8-12 kan doorzetten. Zoiets. 20-5 en 24-9, dat helpt wit, denk ik. Ja, en nu komt al direct een doorbraak voor één schijf. Dus dat zou wit moeten kunnen winnen. Even kijken waarom er niet meteen dam is gehaald. Dus niet helemaal duidelijk. Zwart kan nog 9-14 spelen. Nee, dat loopt ook niet goed af. Nou, waarschijnlijk vanwege 13-18. Vervolgens kan wit niet 1-6 spelen vanwege 19-4. Dus 40-5, 9-14, nu wel 6-1. En ja, Simon besluit maar om een schijf te geven. 30-5. Maar ja, echt compensatie is dit niet. Of laten we zeggen, nog niet. Zwart heeft wel wat tempi, dat is het enige waar hij op kan hopen. Maar er komt alweer een volgende doorbraak aan. Dus ik vrees het ergste voor deze partij. Kijken bij de rest. Hoe het bij Emmer tegen Yuri Anikeev gegaan is. Een keer sterke, echt een sterke grootmeester. Met een heel ja, goed geschoold, zou ik zeggen. Goed strategisch. Doet geen gekke dingen. En, maar is, ja, heeft een hele gezonde stijl. En, ja, de Van Westlo die kent hij dus ook wel. Dus hier moet 44-9, meen ik. 40-5, 7-11. Dreigt met hel en verdoemenis. Ja, inderdaad, 4-4-9 geprobeerd en nu die 3-om-3. En de hele witte stand is uiteengeslagen. Met een heel zakpunt hier op 27. Het lukt waarschijnlijk maar net om die schijf te houden. Ik kies ervoor om zo achter te lopen. Ja, moeilijk te zeggen wat het beste is. 42-8 lijkt ook wel te kunnen. Ondanks dat zwart nog een keer kan oplopen. Ja, misschien is dit gewoon beter. Dan hou je in ieder geval schijven op 48. Oké, nu weer een tijdelijk offer. Ja, wit krijgt hem wel terug, maar ja, tegen een enorme prijs. Schijf op 24 die ideaal staat tegen 25 en 35. Dus het wordt heel zwaar voor wit. En ik zie dat Emmer ook al weinig tijd heeft. Probeert al zijn schijven bij te trekken.
Forcing met 18-2 lukt het niet vanwege 38-3, denk ik. En nu 38-2. Ja, omdat ze op 37-2 waarschijnlijk 13-18, 18-2 toch wel erg dreigend is. Maar dat gaat er nu ook aan komen. Ik ben benieuwd of dit Emmer gaat lukken te houden. Zes, elf. Ja, elke zet moet Emmer nu oppassen. 9-3 bijvoorbeeld, 23-9. Misschien kan die zet zelfs nu ook. Hoewel dat niet het ergste is waar ik bang voor zou zijn met wit. Misschien ook 18-2, 9-3, 22-7 nu. En dan 11-6, 17. Wat blijft er dan over? 5 tegen 5 en dan kan wit oplopen. Dus dat is niet goed voor zwart. 18-2, 39-3 wordt wel gespeeld. En dan nu 16-1 waarschijnlijk. Ja, heel gevaarlijk. Wit is overgelaten aan de genade van zwart. Nog hier een wachtzetje, want 46-1 dan komt dus wel 22-7, I guess. 31-6. Bidden voor wit. Inmiddels even bij de andere borden kijken. Tegenstander van Matteo is nog een doorbraak weten te realiseren. Magiel hebben we niet echt naar gekeken verder. Een beetje beeld wat we zagen al. Nog een mooie stand, maar wel erg ver teruggedrukt. En Simon die heeft zich er nog door weten te wurmen. Laten we even kijken bij Matteo. Oh, dit is de stand van Magiel trouwens. Dreigt nu met 21-7. Hoewel dreigt. Dat is een rel. En ja. 30 seconden over. Nou ja, wit heeft gelukkig geen slechte schijf op 35 hier. Dat is wel de compensatie die zwart heeft voor de tempo achterstand. Ja, kan misschien hopen op een counter. Beetje zoals na 1-6, 1-7, dan zal het wel goed zijn voor zwart. Ja, Ivanov lijkt nu te gaan denken van waar ligt de beste kans. Ik denk wel dat het te verdedigen moet zijn voor zwart, vanwege die schijf op 35. Ah, Simon is toch verloren. Wit heeft gewonnen, staat er, dus dat is het kiezen naar gewonnen. Even kijken hoe dat is geëindigd. Want het leek alsof Simon toch nog wel ergens kwam. Toen ik even snel keek. Maar even kijken, hier brak wit door. Nam afgepakt. Ja, hier had ik nog over een klein beetje compensatie in de vorm van tempo voordeel, maar ja. Kun je nog maar een schijf geofferd in de hopen door te komen.
Derde schijf. Maar ja, helaas, de vangst zijn van wit staat klaar. 27-2. En dit is een effectief einde, zo lijkt het. Grappig, typisch voor Kiersner om ook weer een tactisch grapje de partij te eindigen. Moet nu een dam halen. Ja, en vast op de triktrak. Ja, jammer. Nou, wat moeilijke opening voor wit. Vanaf eigenlijk set 3 al. 12-18 ja, moet je eigenlijk gewoon niet spelen. Ja. Langzaam ongemakkelijke stand gekregen en ja, ik denk na 17-2 dat echt de strijd om initiatief definitief gestreden was. Ik zou toch met 18-2 nog gewoon iets proberen. En dan is het in ieder geval ook moeilijker voor wit om een plan te vinden. Om de juiste zetten te blijven doen. In de partij ging dat wel erg gestroomlijnd. Oh, Emmer heeft toegevlagen. Jemine. Als ik die stand in het diagram zie. Het lijkt op een coup Napoleon. Laten we even kijken hoe dat is gegaan. Dat is wel shocking. 18-2, ja. 3-9. We waren ons van geen kwaad bewust hier. 46-1. 9-13. 3-9, oké. Okay. Ja, nu dreigt het. En dat is niet onbekend door Anikeev. Maar het dreigt ook al. Ja, simpel dreigt dit en dit. Na 8. Is ook al vreemd dat dat wordt toegelaten. Maar 3-8, 4-9 is vele malen effectiever natuurlijk. Een enorme blunder van Anikeev, zeg. Maar het lijkt wel alsof wit het aardig gehouden heeft. Na 13-19 ja, kan ik al spelen dan. 32-8 en ja, wie staat er eigenlijk beter? 14. Ik denk dat het wit kan aanvallen en ruilen 3-8-9. Nou, dat is een meevaller voor het Nederlandse team. Dus tussenstand nu 3-3. Want ik zie dat Matteo het remise gespeeld heeft. Dat is jammer met de schijf meer. En dan laten we even het einde volgen bij Magiel tegen Ivanov. Tussenstand 3-3. Dus alles hangt van deze partij af op het moment. Nog maar 3 schijven aan weerszijden. Ja, en ik zie ook de chat heeft ook gezien dat Emmer wint. Ja. Nee, fantastisch. Fantastische overwinning voor Emmer. Ik weet niet hoe vaak hij van grootmeester gewonnen heeft, maar dit kun je in je zak stoken. Ja, Magiel moet een dam halen volgende set. Dat lijkt wel te kunnen. Of er moet nog een truc in zitten voor Ivanov. Heeft al bijna geen tijd meer. Zou moeten aanvallen hier. Zijn dam of daar. Mag nu niet hier dam halen vanwege de vang. Maar daar mag wel, ja. Heel goed. Ja, nou, dit lijkt gewoon remise. Nou, dat lijkt 4-4 te worden. Fantastisch. Remise ook aangeboden nu en gegeven. 4-4. Nederland-Oekraïne. Ik denk een goed resultaat. Geen slecht resultaat. En als je kijkt naar het vierde bord, dan staat daar natuurlijk nog meer in. Emmer kan goed weg misschien.
door in plaats van 1 punt zelfs 2 punten te halen. Maar ik denk dat 4-4 is dan, nou ja, misschien een vrij eerlijke uitslag, omdat toch Matteo ook wel had kunnen winnen. Ja, Martijn zegt nu ook, zonder dat Matteo niet wint, anders was het wel een stunt geweest Nederland. Dat Nederland met 5-3 zou winnen. Maar 4-4 is ook al prima tegen zo'n team met drie grootmeesters. Ik denk dat de jongens deze in hun zak kunnen steken. En dat coach Rick Currentjes ook wel tevreden zal zijn. Kijken hoe het loopt. Ik bekijk de partijen nog even. Hoe ze gegaan zijn. Ja, het probleem van de zwarte stand is dat deze schijven gewoon niet in het spel komen. Ik kan wel losruilen met 19-3, maar dan ja, lukt zwart niet om naar 22 of naar 28 of naar 27 te gaan. Dat gebeurt nu wel. 18-3. Ja, nu blijft de stand open, maar is het actiever voor wit. De wit gewoon tempo voorsprong heeft. Heeft de formaties. En Magiel besluit nu te ruilen. Ja, wat hem gewoon een verdedigende stand geeft, maar wel verdedigbaar. Ja, Wit heeft zeer zeker druk hier. Maar vanwege de schijf op 35 waarschijnlijk toch niet genoeg om echt te kunnen winnen. En dit is een hele alerte set, denk ik, om het hier vast te zetten. Misschien had Wit op dit moment 30-5 moeten doen ofzo. Hoewel, dan kan Zwart misschien ook wel weer op 24 komen. Ergens moet Wit het hier beter doen, denk ik. Blijven ruilen. Ja, nu deze ruil genomen. Lijkt heel koelbloedig verdedigd door Matteo. Niet door Matteo, door Magiel bedoel ik natuurlijk. Ja, ik zie ook niet hoe Wit hier nog het beter kan doen. Als we nog even kijken naar het einde van de partij van Matteo. Dat is dan toch wel de gouden kans geweest voor de 5-3. Floris zegt wel een leuke wedstrijd. Ja, inderdaad. Gebeurt een hoop. Echt een hoop. Dus waar zullen we er eens in komen? Nee, dan moet je schrijven meer, hè? Dat was. Waar was dat? Hier, ja. De actie. Ja, het is wel zo dat zwart behoorlijk wat compensatie heeft, omdat wit twee slechte vleugels heeft. Maar ja, toch, een schijf is een schijf. En hier. Dit is het laatste dat ik gezien heb. 24-30. Ja. Misschien kan 28-3. Moeilijk te zeggen hoe dit precies gespeeld moet worden. Die schijf op 46 is wel echt, staat wel echt heel ver weg. En met hier slechts twee schijven wordt het moeilijk om die vleugel dicht te houden, denk ik. 24-30, ja. Nu naar dit kan ze wel doorbreken. Maar misschien was dat het beste, want je computer geeft aan dat na 9-3 de kans op winst verkeken zijn. Even kijken waarom. Ja, ligt eraan dat zwart nu op deze manier
altijd kon doorbreken, denk ik. Ja, het gaat ook gewoon gebeuren. Ja, het was gewoon een lastige stand om te winnen. Wel een schijf meer, maar zoveel compensatie. En dit is heel vervelend. Twee schijven meer, maar die dam die staat super ongelukkig. Ja, doe je het eigenlijk in 19-3. 22-18 gespeeld. Waarschijnlijk wel verstandig. Zwart moet 3 slaan en wit slaat de schijf. Ja, dat was een hele spannende wedstrijd. Leek eerst niet goed te gaan, doordat Simon slecht kwam te staan en Emre. Maar Emre heel knap op de benen gebleven en toegeslagen. Op het moment dat het kon. En een keer zal zich rot geschrokken zijn. En Magiel gewoon goed verdedigd, denk ik. En tenslotte, ja, Matteo, jammer. Maar ja, goed gespeeld in de opening. Schijf gewonnen, maar moeilijk om het af te maken. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden ook. Ik vond het zeker leuk om te volgen. En zeker met dit speeltempo is altijd een hoop actie. En om 4 borden in de gaten te houden is lastig. Maar ja, deze Cup of Nations gaat nog tot diep in augustus door met de knock-out fase. Dus ik zal zeker wel weer een keertje erbij zijn. Ik denk dat ik het maar hierbij laat. Behoorlijk wat gestreamd dit weekend. Dus ik houd hierbij. Ik denk een prima resultaat van de jongens. En ja, ik zie er al naar uit naar de volgende wedstrijd. Het zal zaterdag zijn, komend weekend. Oké, bedankt en tot dan. Doei.